Ik ga laten zien hoe leuk je kunt decoreren met splitetten en spruiten. Voor het decoreren met etten en spruiten heb je nodig splitetten, spruiten, een piepschuimbal en een piepschuimkegel, dik karton, heel veel cocktailprikkertjes, een stuk touw of lint, een schaar, een lijmpistool met lijmpatronen, groen bloemband en een aantal krammen. Ik laat als eerste zien hoe je met splitetten kunt decoreren. Ik heb als voorbeeld een bal genomen. Ik heb de splitetten in een grotere schaal gedaan, zodat je wat meer ruimte hebt om te werken, anders gaan ze echt alle kanten op. Ik lijm met hete lijm. Kijk uit, het is echt heel erg heet, daarom ga ik ook kleine stukjes tegelijk inlijmen en de splitetten erop duwen. Duw de splitetten snel aan als je de lijm erop hebt, want de lijm is vrij snel droog. En zo kun je ook de eventuele gaatjes die er nog zijn gelijk aanduwen. Kijk eens hoe leuk die is geworden. Je kunt hem ook dezelfde techniek gebruiken op een krant en eventueel met witte bonen. Geeft dat een heel leuk effect. Een andere leuke manier om met splitetten te decoreren is om een label te maken. Je tekent een hartje, een bloem of wat je leuk vindt op een stuk stevig karton. Ik geef even aan waar de gaatjes moeten komen, waar zometeen het lint doorheen gaat. Vervolgens knip je het uit. Met de gaatjestang maak ik er even twee gaatjes in. Ook hier gebruik ik weer de hete lijm voor. Kleine stukjes tegelijk inlijmen en dan gelijk de edges er weer op. Het label staat heel erg leuk op een krans die ik zojuist ook gemaakt heb. Ook staat het erg leuk op een wijnfles of aan een windlicht. Als laatste ga ik met de spruitjes aan de slag. Ik heb hier een piepschuimkegel en wat groen bloemband. Dit ga ik hier omheen wikkelen, zodat je als je gaatjes hebt, je er niet zo wit doorheen kijkt. Nu is de beurt aan de spruitjes. Het is heel simpel, je pakt een spruitje, prikt er een cocktailprikkertje in. Je prikt hem zo in de kegel. Hiermee ga je door dat je rondom hem helemaal bedekt hebt en begin je met de tweede rij. Om zo min mogelijk tussengaatjes te krijgen, leg je de volgende rij niet op de vorige spruit, maar er net tussenin. Om de spruitenkegel een leuk plekje te geven, kan je hem leuk zetten op een pot. Ik heb een kransje even met wat plukken mos bekleed. Deze leg je leuk op je pot en de kegel erop. Heel leuk is het ook om er twee te maken en eventueel op een leuke schouw neer te zetten. Met een draad wat je overhoudt kun je nog even een lusje maken waar je hem aan op kunt hangen. Nog een leuk lintje erdoor en hij is klaar om ergens aan op te hangen. Wie wist dat spruitjes zo leuk konden zijn? Wil je nou ook graag een van deze leuke dingen maken met splitetten of spruiten? Kijk dan voor de volledige werkbeschrijving in Landleven nummer 10 van 2016.